Hallo. Hi. Nou, ik ben docent rekenen en dat is een hele lieve leerling die ook bij mij rekenles krijgt. En wiskunde. En wiskunde ook. En wat wij gaan doen is, we gaan jullie laten zien waarom rekenen zo belangrijk is. En waarvoor heb je het nodig? Bijvoorbeeld, je bent in de klas of je bent op een feestje. Je wilt trakteren, je bent jarig. Nou, dan moet je weten van hoeveel kinderen komen op een verjaardag en wat heb ik allemaal nodig. Hoeveel van ieder wat ik wil trakteren heb ik nodig? Nou, we hebben hier verschillende dingen liggen. We gaan eens beginnen met bijvoorbeeld op school. Onze school is echt, we houden van fruit en zo. En heel gezonde dingen. We zijn een gezonde school. Dus we gaan even kijken. Als wij hier, we hebben hier een bak. Helemaal, we hebben allemaal een fruitbakje. En dan gaan we eens tellen. Er zitten hier in de klas zitten er 12 leerlingen. We gaan kijken hoeveel sinaasappels we hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoi, 8 sinaasappels. 12 leerlingen. We hebben niet genoeg. Maar als je goed kijkt, we hebben nog wel fruit. Ander soort fruit in zo'n mandje. Wat we kunnen doen is, we hebben hier heel veel mandarijntjes. We gaan eventjes mandarijntjes erbij doen. Dan blijven ze in dezelfde sfeer. Oké, okay, hoeveel hadden we net? 8. 8. 9, 10, 11, 12. Nou, kijk, ieder leerling kan zo'n fruit krijgen. Ze kunnen wel zeggen, dit is wat kleiner. Dus wat kunnen we doen? Degene die een mandarijntje krijgen, hoeveel mandarijntjes hadden we hier? 4. Daar ligt nog meer, dus we kunnen ieder leerling dan, in plaats als ze geen sinaasappel kunnen krijgen, wel nog een mandarijntje geven. We gaan even kijken. 1, 2, 3, 4. Oké, okay, nou hebben we hier mandarijntjes en sinaasappels. Maar, oei, nou zijn we de tel kwijt. Hoeveel hebben we nou? Hoeveel hebben we nou? Hoeveel sinaasappels hadden wij? 8. En hoeveel mandarijntjes hebben wij? 4 plus 4, ook 8. 8. Dus in totaal hebben we, hoeveel fruit hebben we hier? 16. 16. Kijk, we zijn aan het rekenen. Daarom is rekenen zo belangrijk. Maar goed, we gaan eventjes naar de andere tafel. Hier hebben we van die beschuitjes liggen. En als je goed kijkt, zitten er 4 hele in een pakje. 5. Oh, sorry, dankjewel. 5. Wow, ik heb mijn bril even niet op. Maar er zitten 5 stuks in. En je kunt ieder stuk door midden breken. En we hebben ook op school zoiets geleerd. Zoiets heet breuk. Een breuk, de helft. Oh, dat snappen jullie wel. De helft van iets. Een halve. Dat snappen jullie. Nou, we hebben hier heel veel liggen. Dus als je wil kijken van, ik wil ook iedereen een koekje geven. Dan moet je gaan uitrekenen hoe je dat kunt doen. Dat is ook, dat kun je gewoon zelf weten. Ik geef ze een heel pak. Of ik ga dan de helft van ieder leerling geven. Dat kan ook. Maar goed, als je iets lekkers geeft, of het een koekje is of wat, wil je ook wel bij een verjaardag wil je ook trakteren. Dan hebben we hier een aantal bekers liggen, maar ik weet niet hoeveel we hebben. Zullen we gaan tellen hoeveel? Ja. Goed, we gaan even kijken. Ik zal deze aan jou geven. Tel maar hoeveel jij hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ja. We komen een paar tekort, want 12 leerlingen hadden we. We gaan verder tellen totdat we 12 hebben. We hebben 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oké, hier hadden we 7 stuks. En nu hadden wij, hoeveel hadden we erbij geteld? 5. 5. En in totaal hebben we nou 12 bijna bekers. Ja, goed. Nou, dat was het drinken. Ha! Een beetje zoetigheid. Ja, dat doen we niet echt op school. Maar voor één keer mag dat wel. Bij jou thuis, op verjaardag. Denk het wel dat dat mag van mama en papa. Nou, dan kun je even kijken in deze doos. Nou, eens kijken. Zitten er 2 keer 6, toch? Er staat 2 keer 6, hè? 2 keer 6 stuks. Dat is ook 12. 12. Hé, hey, een hele klas kan dat krijgen. We hebben 6 en nog een keer 6. Samen 12, 2 keer 6 stuks, 12. Nou, dat is eigenlijk iets wat jij
bij ons gaat krijgen met rekenen, zodat je ziet van, ah, dit kan ik ook gewoon gebruiken in het dagelijks leven. En daarbij natuurlijk gebruiken we ook rekenboeken. Dus we gaan ook uit boeken rekenen. Ja? En als je naar de winkel gaat, dan weet je ook van, ha, nou weet ik hoe ik moet rekenen en hoe ik moet gaan tellen. Want eigenlijk rekenen is bij alles tellen. Hier staat 2 keer 6, maar je kunt ook tellen 6 plus 6 en dan heb je 12. Nou, dit is zo'n beetje wat je bij ons kunt verwachten met rekenen. En je kunt het zo leuk maken als je wil. En dan heb je toch wel gerekend. We hebben net hier zitten rekenen of staan rekenen. Dat zie je wel, hè? Nou, ik zou zeggen, we zien jullie wel. En dan hoop ik dat jullie misschien volgend schooljaar bij ons komt. Dat zou weer leuk zijn. Doei! Doei!